Mijn naam is Claudia de Vos, ik ben beeldkunstenaar en geurpsycholoog. En ik maak geurkunst. Dat betekent dat je aan mijn kunst kunt ruiken. De geuren die ik in mijn kunst gebruik zijn afkomstig van een natuurlijke bron, essentiële oliën. En dat zijn geuren, aromatische stoffen van planten, bloemen en bomen. Zo heb ik in een mosmeisje 3 geuren van mos tot een interessante mix gemaakt. En in fougère kun je een interpretatie van de noot fougère gaan ruiken. Als geurpsycholoog hou ik mij bezig met de effecten van geur op de psyche. En als beeldend kunstenaar ben ik vooral geïnteresseerd in hoe dat effect uitgedrukt kan worden in vorm. De materialen die ik voor mijn kunst gebruik zijn zeer uiteenlopend. Dus ik verbind me niet specifiek aan één materiaal. Keramiek komt overigens trouwens wel veel voor in mijn werk. En voor deze laatste serie combineer ik dat ook weer met onder andere fotografie. Dat ik dan weer toepas op diverse andere materialen, zoals stoffen. En dat maakt dat bijvoorbeeld een van mijn werken, Mosmeisje, behalve dat daar een geur aan zit, dat het ook heel erg tactiel is en dat het eigenlijk een heel aaibaar werk is geworden. Ben je nieuwsgierig geworden hoe geur precies werkt op de psyche? Dan kun je mijn boek lezen, Geurpsychologie voor iedereen. En wil je een keer in het echt mijn kunst komen bekijken en ruiken, dan ben je van harte uitgenodigd om een afspraak te maken. En ik hoop je snel weer te zien live bij een van onze exposities.